Leuk dat jullie kijken. Schrik niet. Het enige wat ik wel mis is cappuccino's morgen. Mijn ene laatste maaltijd van mij. Nee, ik vond het echt een verrijking, Prolon. Je hoeft eigenlijk niks meer te kopen. Deze fles met water moet ik ook nog drinken deze hele dag. Het is de vijfde dag, de allerlaatste dag. Leuk dat jullie kijken. Vandaag ben ik in Amsterdam. Ja, Suzanne, welkom bij de Holland Health Clinic. Dankjewel. Je bent gezellig bij mij op bezoek op het spreekuur. Ik ben Marguerite van Randwijk, een van de artsen van Holland Health Clinic. Ja, en want we gaan vandaag iets heel moois doen. Of iets moois, iets gezonds, hè, ook. Wat is het eigenlijk precies? Ja, dit is eigenlijk heel geschikt voor jou op dit moment in jouw leven. En zo zijn we erop gekomen. En dit is Prolon. Prolon komt uit Amerika. Het is een doos met daarin 5 doosjes. En straks kunnen we precies laten zien hoe of wat. En wat je eigenlijk doet, is 5 dagen vasten. Dat wil zeggen, jouw lichaam vast, terwijl het toch gevoed wordt. En daardoor spreek je alleen je vetcellen aan en je spiermassa blijft gelijk. En dat is het belangrijkste verschil met een crash dieet. Want daar zijn we geen voorstander van. Nee. We zijn wel voorstander van krachtig 80 worden. Nee. En in dat schema past af en toe vasten heel goed. Want vasten is ook, heeft ook een anti-aging effect. Tijdens een vaste periode het lichaam beschadigde cellen opruimt. En ook weer de gelegenheid geeft aan jonge cellen om weer te ontstaan. Ja. Is het moeilijk om dit te gaan doen, deze Prolon? Nou, het voordeel van Prolon is dat je, vind ik een hele prettige, dat je 5 dagen lang niet hoeft na te denken wat je 's avonds eet. Of gedurende de dag, want dat is allemaal voor je uitgekristalliseerd. Ja. En het is niet altijd even makkelijk. Het hangt er ook een beetje van af in hoeverre jouw lichaam makkelijk kan schakelen tussen glucoseverbranding, wat we normaal gesproken in deze westerse maatschappij doen. Hè? We eten heel veel de hele dag door, eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, overal eens eten. En dus die suikerverbranding staat bijna altijd aan. En wat Prolon doet is overschakelen naar vetverbranding. Dus je lichaam gaat een ander metabolisme gebruiken. Nou, als je lichaam dat nog niet zo goed kan, dan gaat dat soms gepaard met klachten. Dan kan je wat hoofdpijn krijgen, je kan wat duizelig zijn, je moe voelen. Beetje cranky, zeg maar. Mm-hmm. Kan je lichaam dat wat makkelijker, dan valt het eigenlijk heel erg mee. Over het algemeen, waarschuw ik je vast voor, is de derde dag. En plan je Prolon 5-daagse in een week dat je sociaal gezien 's avonds niet veel hoeft te doen. Dat je lekker op tijd naar bed kan. Je gaat veel thee drinken, soep, thee, andere dingen. Ja, dat is eigenlijk 5 dagen. Niet intensief sporten, je mag best bewegen. Maar luister naar je lichaam, dat is het allerbelangrijkste. Ik ben wel heel benieuwd wat er in die doos zit. Nou, maak hem open. Ja. En we kunnen zo zien of niet? Dit is wat er allemaal in zit. Een fles. Dit is voor dag 2 tot en met 5. In die fles zitten de vitamine en mineralen die je nodig hebt. Er staat precies bij geschreven wat je wanneer moet nemen. En je begint heel simpel met doosje 1. Dit is dag 1 wat ik mag eten. Ik ben benieuwd hoe ik dit ga doen. Of ik dit echt heel goed volgehouden, ja of nee. Hoe ga ik me dan voelen? Waarschijnlijk ben je 2 kilo vet lichter, terwijl je spiermassa gelijk is. We hebben de waardes gemeten, dus dat kunnen we voor en na ook mooi vergelijken. En je merkt ook dat je je heel fris en energiek voelt. Dat gebeurt eigenlijk al op dag 4. Dat is leuk. En eigenlijk na dag 5 wil je het blijven doen. Nou is dat niet de bedoeling, je moet daarna weer gewoon gezond gaan eten. En ja, zie Prolon ook echt meer als een hulpmiddel om A, anti-aging en B, af en toe een paar kilo ongewenst vet kwijt te raken. Ik zit hier aan mijn ontbijt. Dag 2. Nou, geen cappuccino, maar wel een heerlijk kopje thee. En een hele lekkere koek. Ik vind het echt best wel goed gaan eigenlijk. Nou, voor nu heb ik een lekkere kopje thee. Even een tussendoortje. En een paar lekkere olijfjes. Ik heb ook best wel zin in weer in zo'n lekkere reep. Dus nu heb ik eerst lekkere soep met een kopje thee en een capsule. En ik denk dat ik een soepje krijg met een koekje. Ik ga het eens even kijken. Waar is mijn doos met alle spullen wat ik moet eten vandaag? Ik mag vandaag de minestrone soep, hibiscus tea en ook nog heel lekker een koekje. Nou, het verschil moet er wezen. Spinazie met tomaatjes en pesto. Deze lekkere pasta. Oh, er zit trouwens ook nog anchovies in. En ik heb een heerlijke minestrone soep. Maar goed, alles voor het goede doel. En als toetje een ontzettend lekkere chocoladekoek. Die is echt heel erg lekker. Goedemorgen. Nou, het is dinsdag. Mijn derde dag. Maar ik vind het eigenlijk best wel een beetje pittig. Had ik niet verwacht van mezelf.
Want ze zeiden ook dat je het rustig aan moest doen de hele week. Nou, ik heb dus gisteren ben ik de hele dag alweer aan het werk geweest. Was ik op locatie voor een haar make-up klus. Vandaag en morgen ben ik gelukkig thuis, maar ik moet heel veel thuis doen. Ik moet heel veel vlogs editen en zo. Maar vanmorgen krijg ik een lekkere L-bar en een kopje thee. Dit is wat ik vandaag de hele dag mag eten. Dat is een flesje drank. Nou, ik had gisteren het hele flesje alweer helemaal opgedronken, maar dat mag helemaal niet. Want je moet, hier staat een streepjes bij. En daar staat hoeveel je weegt, mag je erin doen. Nou, dit moet ik erin doen met 950 milliliter water. Dit is mijn lunch voor vandaag. En kijk, het wordt lekker. Ik heb wel heel lekker hoor. Lekkere crackertjes. Een lekkere soep. En deze thee. En deze thee, dat heet hibiscus tea. Hibiscus tea, zoiets. En deze vind ik nog niet echt heel erg lekker. Maar ik drink hem gewoon op. Dus ik ga lekker lunchen. Ja, deze fles met water moet ik ook nog drinken deze hele dag. Het is 950 milliliter water. En Frenkie zit op de stoel. En daar heb je het moed. Het avondeten van vandaag is alleen maar deze soep. Morgen krijg ik lekker iets meer te eten dan vandaag. Goedemorgen, dag 4 is aangebroken. En ik wil eerlijk zijn, ik voel me echt best wel echt heel fit nu vandaag. Dus ik ben benieuwd wat ik te eten krijg nu. Dit is donderdag, de ene laatste dag. En dit is mijn ontbijtje voor vandaag. En lunch. Nou, ik krijg lekker een heerlijk soepje met lekkere olijfjes. En een kopje thee. En daar hebben we Jill en Boet. En die krijgen een ontzettend lekker broodje. Dat heb ik zelf ook nog gehaald voor hun. Met lekker, wat krijgen we? Mozzarella, wat krijgen we nog meer? Een glas water, hè? Alleen, we hebben geen tomaat. Nee. De ene laatste maaltijd voor mij. Een lekkere soep. Een lekker toetje. Een chocoladereep. Een lekkere thee. En die olijfjes had ik eigenlijk vanmiddag nog. Want tussendoor, maar dat ben ik eigenlijk vergeten. En mijn water moet ik nog opdrinken. En Boet, wat krijg jij? Wordt zwanger. Goedemorgen. Het is mijn laatste dag. Dag 5. Ik vind het echt best wel meevallen. Nou, Frenkie komt ook even binnen. Hallo. Ik laat jullie even zien wat erin zit. Dit staat erop het programma van vandaag. Het enige wat ik wel mis is een cappuccino 's morgens vroeg. Maar eigenlijk wil ik dat ook arriveren. En dat ik daarmee later begin op de dag. Want dit is mijn kop ontbijt voor vandaag. Is een kopje thee. Met een algal arl. En een lekkere koek. Het is de vijfde dag, de allerlaatste dag. Dit is mijn lunch. Het is een kopje thee. Dat is een theezakje, die moest je gewoon 5 minuten in laten trekken. En lekkere crackers heb ik erbij vandaag. En een lekker kopje tomatensoep. Alles krijg je in zakjes verpakt, wat je al hebt gezien. In de hele vlog. Je hoeft eigenlijk niks meer te kopen. Alleen met het hele pakket moet je eten. Alleen met water, dat mag je wel drinken, maar de rest dus niet. Het enige wat ik van de week had, ik had een smintje in mijn mond. Toen dacht ik, oh my god, die mag ik helemaal niet nemen. Gauw uitgespuugd en de rest heb ik echt netjes aan het boekje gehouden. Want het boekje krijg je hier, je krijgt ook een boekje mee, waar alles in staat. En er staat hier de hele rij wat je allemaal mag eten van dag 1 tot en met dag 5. Ik ben zondag begonnen, omdat ik morgenavond ook een feestje heb. En zaterdag ga ik lekker uit eten. Dus ik dacht van, dan ga ik gewoon zondag beginnen tot en met donderdag. Kan ik vrijdag rustig aan doen. Vrijdag nog wel even een paar wijntjes. En dan zaterdag ga ik lekker uit eten. Maar je moet wel licht beginnen morgen. Ik vind wel dat ik mij fitter voel. Mijn huid ziet er ook alweer beter uit. En ik ben 2 kilo afgevallen nu al. Maar ik ben hier echt heel blij mee. En ik ben ook echt super blij dat ik dit heb mogen testen. Dan heb je toch wel weer een schop onder je kont. Dat je even weer gewoon even weer reset. Dat je weer even gaat nadenken wat wel goed is en niet goed is met het eten. Dit is mijn laatste maaltijd. Mijn prolon. Deze soep, de minestrone. Een thee en een capsule. En wij krijgen, wat krijgen jullie? Boerenkool. We krijgen lekker boerenkool. Het is vrijdag. Gisteren was mijn laatste dag van mijn prolon. En ik eerlijk zijn, ik voel me echt veel beter. Ik voel me fitter, ik voel me schoner. Het is maar 5 dagen. De tweede en de derde dag is een beetje zwaarder dan de andere dagen. Maar daar ben je ook zo weer doorheen. Als je de derde dag hebt gehad, dan zeg je weer van ik ben al op de helft. Dus dan gaat het gewoon heel makkelijk. Je voelt je gewoon veel fitter. Dus ik zou zeggen, doen. Ik heb hier een lekkere smoothie gemaakt. Hier zitten bosvruchten in, sinaasappels, mango, banaan.
Dat is het volgens mij. Het is mijn eerste drankje wat ik weer ga eten na deze 5 dagen. En dan verheug ik me eigenlijk op. Ik heb ook mijn gemberthee. Geen cappuccino. Ik wil 's morgens niet meer beginnen met cappuccino. Dat deed ik altijd. Dan had ik 2 cappuccino's had ik al op om 8 uur. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil gewoon nu aan de gember. Ik ben wel benieuwd hoe lang ik het volhou. Maar voor nu ga ik lekker aan mijn gemberthee. Vanmiddag heb ik nog een lunch. En dat is sojayoghurt met eigen gemaakt granola van Yvette van Boven. En Boetie is lekker een broodje aan het eten met zijn telefoon aan. Heerlijk gezellig, hè? Zeker. Ik ben weer in Amsterdam. Ik ben weer bij de Holland Health Kliniek. Ik ben nou voor de prolof voor controle. En dit is Marjolein. Hoi, goeiedag. Hi. Hoi, ik ben Marjolein, de diëtiste van Holland Health Clinic. En ja, ik doe hier het voedingsgedeelte van de health checks en de hormoonchecks. Maar daarnaast geef ik ook begeleiding voor mensen die graag wat leefsteladviezen willen aanpassen en voedingsadviezen willen aanpassen. En vandaag gaan we de meting doen van de prolon. Want Suzanne is denk ik ontzettend benieuwd naar de lichaamssamenstelling en wat daarin veranderd is. Ik heb alleen een broodje gegeten wat ik niet had moeten eten, maar oké. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar dat zien we dan wel even door de vingers. Ja. Nou, ik vond het echt een verrijking, prolon. Dus als jullie graag meer informatie willen hebben over prolon, kun je altijd mailen of bellen naar de Holland Health Kliniek in Amsterdam. En dan heb je contact met Marjolein of met Margriet. En die kunnen je alles daarover vertellen. Nou, ik hoop dat je wat aan mijn tip hebt gehad. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Hey, tot ziens. Leuk dat jullie kijken. Schrik niet.